In de tentoonstelling Het Wilde Westen wordt de bezoeker aan de hand van honderden westernobjecten en tientallen kunstwerken ondergedompeld in de wereld van cowboys en indianen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van het Wilde Westen, haar ware geschiedenis en ook de mythes die er al vrij snel rond ontstonden en hoe dat die mythes ook bij ons deel gaan uitmaken is van de populaire cultuur. Come on, keep going. De aanleiding van de tentoonstelling was een ontmoeting met Peggy Schoepen, de dochter van Bobbejaan Schoepen, die mij vertelde over de enorme collectie die haar ouders hadden nagelaten. Ik heb die collectie dan bezocht en dat sprak mij meteen tot de verbeelding. De tentoonstelling is eigenlijk een compleet overzicht van alles wat met het Wilde Westen te maken heeft. We zien op de achtergrond speelgoed. Bijvoorbeeld van tussen 1900 en 1970. We zien ook heel veel kunstwerken. We hebben aan een tiental hedendaagse kunstenaars gevraagd of om een werk te maken of om een werk te bruiklenen dat met die thematiek te maken heeft. En dat wordt eigenlijk gemixt met historische objecten. En ook de vergeten de stripliefhebber, want er zijn meer dan 20 originele platen van onder andere Lucky Luke, Suske en Wiske, Bessie en zo meer. Bobbejaan Schoepen kon niet ontbreken in onze tentoonstelling. Het was hij die de country naar België bracht en natuurlijk zichzelf het western imago aanmat en een heel themapark bouwde rond alles wat met cowboys en indianen te maken had. We hebben prachtige praalzadels gekregen en kostuums van Nudie Cohn, wat de ontwerper was van onder andere Elvis en Johnny Cash. Achter mij zien we een schilderij van mezelf. Ik heb daar speelgoed, cowboys en indianen als model gekozen, die vaak heel dramatisch eruit zien. Iemand krijgt een pijl in zijn oog of een indiaan houdt een scalp vast. Ze zijn eigenlijk heel dramatisch en gewelddadig, zeker omdat ik ze uitvergroot heb. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook heel kinderlijk en speels. Dus het is een tentoonstelling die eigenlijk heel breed gaat. Je kan het echt zien als een soort trip doorheen de geschiedenis en er van alles van opsteken. Je kan het zien als een kunsttentoonstelling, want er zijn heel veel hedendaagse kunstwerken te zien die rond hetzelfde thema werken. Of je kan een soort nostalgisch bezoek doen samen met je kinderen of je kleinkinderen. Dus ik denk dat de tentoonstelling heel breed is en voor heel veel mensen interessant kan zijn.